Mijn naam is Peter Bossen. Ik woon al ruim 40 jaar in voormalig Joegoslavië. Skopje is mijn favoriete stad. In de komende minuten zal ik u laten zien waarom. Skopje is een smeltkroes van verschillende volken. Hier wonen Turken, Albanese, Macedoniërs, Roma, ieder met een eigen geloof. De Phoenix is een symbool van de stad Skopje dat door 3 zware aardbevingen is getroffen. De laatste was nog in 1963, waarvan 1000 mensen om het leven kwamen en 80% van de stad Skopje was verwoest. De klok op het station is nog stille getuige van de laatste aardbeving. Skopje is ook nog een moderne stad, met vele bioscopen, theaters, gratis internet hotspots en uiteraard vele moderne winkels. Een wandeling is het leuk om een terrasje te pakken, zoals hier in de oude Turkse wijk, waar je voor een paar euro lekker kebab kan eten. Dus prietno, oftewel eet smakelijk.
dat nou zat, dan kan je prachtig komen wandelen rondom het Stuwmeer in de canyons van Matka. Even op de lunch, want hier kan je ook heerlijk eten. Wat mij betreft eindigt hier onze korte introductie over de stad Skopje. En hopelijk tot ziens, oftewel tot Glennenje.